Fabian. Und deshalb ist man. In einer Diskussion mit den Delegierten der Jungen Union räumte der Fehler in seiner zweijährigen Regierungsarbeit ein, wies aber den Vorwurf der Führungsschwäche entschieden zurück. Insgesamt habe man erfolgreich gearbeitet und einen klaren Kurs gefunden. Zet het al aan en mijn beste.
het droge vrieskou is, dus er zijn weinig of geen wolken. Na middernacht kan er hier en daar misschien wel wat. Ja. We hebben alleen gezegd, breng de meerderheid niet in problemen, daar is niemand bij gebaat. Ja. Het doet natuurlijk denken aan het bekende en bijna beroemde zinnetje uit het regeerakkoord van de laatste regering, De Hane, waarbij inderdaad alternatief. Nu juist een brug te ver. Dat was vorige legislatuur ook zo. Toen heeft er ook niemand gezegd dat het einde van de democratie was. Het einde van de vrije meningsuiting. Ja, maar... Verre vandaar. En bovendien zijn wisselmeerderheden niet uitgesloten. Als men tot een akkoord komt om iets te laten passeren in wisselmeerderheid, dan kan ook dat. Ik men maakt daar veel meer van dan wat er in die voorstel ik staat. Ik zeg ook niet dat het het einde van de democratie is. Het is gewoon dat het verder en verder uitgehold wordt. Ja. Dat is mijn laatste vraag. U zal er zich uiteraard aan houden, want u staat erachter. Gaat u er zich aan houden, meneer De Dekker? Als ik u kunnen uitpakken. Zo, nog een fijne avond. Morgen is de beurt aan Sabine. Dag. Het nieuwsblad is goed voor u. Ah, Tim. Allee, Veronique is terug. Allee. Jo. Allee. Ja, dus die groeten. Ja, zeker die groeten. Hoe lang stonden die daar al? Dat weet ik niet. Hoe lang moet in de plaatsen blijven? 3 weken, minstens. 3 weken. We zijn aan gaan ze evalueren. Ah, ja, dus 3 weken plat rust. 3 weken niet werken. Dat gaat hard zijn. Misschien niet. Donderdag in Kaat en Co. De familie Bekwee boekt een reis in een 5-sterrenhotel. Dit is de buitenkant. En dit is de binnenkant. We hebben dus voor dit gesprek. In Oekraïne heeft de kiescommissie de huidige premier, de pro-Russische Viktor Yanukovych, tot winnaar van de verkiezingen. Maar dat lijkt de supporters van de oppositiekandidaat Yushchenko. Zij lijken vastberaden op straat te blijven. De kandidaat wordt uitgeroepen tot winnaar. Kort voor de uitzending had hij maar een gesprek met de Nederlandstalige Oekraïense Katerina Gnatjuk. Ze stond toen midden de betogers. Het sneeuwt eigenlijk. Het is al de tweede dag dat het sneeuwt in Oekraïne. Het weer is een beetje koud. Maar ja, dat is de enige mogelijkheid om democratie in het land op te bouwen, vind ik. En ik hoop dat de andere mensen hier ook op de plein dat denken. En daarom staan ze al dagen en nachten door. De mensen kamperen ook in de stad? Ja, dat klopt. Op de centrale straat, op Krishatik, blijven studenten eigenlijk de hele dag, dus een nacht en dag, slapen. In de tenten op de centrale straat van Kiev. Er zijn rond 20, 25 tenten in totaal en ze blijven zich de hele dag doorreizen op straat. Heb jij iets gemerkt van tegenbetogers? Vandaag wel. Wij hoeven niet opgeschreven te worden, maar de macht moet wel niet helemaal niet hebben.